HIV-geïnfecteerden in Suriname zijn nog steeds slachtoffer van stigma en discriminatie. Dat blijkt uit het rapport Legal Environment Assessment voor HIV in Suriname. Dit rapport is vandaag gelanceerd door de Country Coordinating Mechanism Suriname, CCM, in het kortjaard Marriott. CCM Suriname maakt deel uit van de wereldorganisatie Global Funds, die over de hele wereld fondsen beschikbaar stelt om HIV-AIDS, tuberculose en malaria te bestrijden. Vorderingen heeft geboekt als het aankomt op de bestrijding van HIV-AIDS, hebben geïnfecteerden nog een lange weg te gaan. De zorg voor deze groep is nog niet optimaal genoeg, zegt Lucretia Redan, waarnemend directeur van het ministerie van Justitie en Politie. Zij lanceerde het rapport. HIV-positieven ervaren grote druk van de sociale omgeving om hun status geheim te houden. Schaamte, vrees voor ontslag, molest en verstoting door vrienden en familie zijn belangrijke redenen om te zwijgen. Het is daarom van groot belang voor het ministerie van Justitie en Politie om mensenrechten te plaatsen in de aanpak van HIV. We moeten het inpassen. Het ministerie van Justitie en Politie heeft de zorg voor een effectieve rechtsbescherming en adequate veiligheid voor een ieder in Suriname. En dit geschiedt door de daartoe aanwezige organen. Deze organen zorgen voor de bescherming van de rechten van de mens. Onder meer door een effectieve rechtsbescherming en criminaliteitsbestrijding. Bescherming van personen met HIV is dus ook een zorg voor het ministerie van Justitie en Politie. Tania Campbell van CCM Suriname zegt dat over de hele wereld regeringen de koppen bij elkaar hebben gestoken om het HIV-AIDS-beleid te evalueren. Zij ging in op de organisatorische ontwikkelingen in het Caribisch gebied. Regeringen hebben zich ook gecommitteerd aan het evalueren van hun wetten en beleid en deze waren nodig te herzien. Vooral als het zou blijken dat deze effectieve dienstverlening verhinderen op het gebied van HIV-preventie, behandeling en zorg. De politieke verklaring erkent ook dat het juridisch klimaat van een land, de wetten dus en hoe deze geïmplementeerd en gehandhaafd worden, een cruciale rol vervullen binnen de nationale HIV-respons. Vandaar de committering en de noodzaak om op nationaal niveau juridische environment assessments uit te voeren. In Suriname is de LEA uitgevoerd in opdracht van de Faculty of Law, Rights Advocacy Project Europe, van de URAP van de University of the West Indies, als onderdeel van de CVC of de Regional Global Fund Grant. En deze ondersteunt initiatieven op het gebied van juridisch en sociaal onderzoek in het Caribisch gebied. Dat is dus Tania Campbell van CCM Suriname, vandaag bij de lancering van het rapport Legal Environment Assessment voor HIV Suriname. Voor het jaar 2018 heeft Suriname ruim 6000 HIV-geïnfecteerden genoteerd.